Heere, de God uw vaderen, u heeft toegezegd in een land vloeiende van melk en honing. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. En gij zult het uw kinderen inprenten en erover spreken. Wanneer gij in huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken binden op uw hand. En het zal u tot een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Deuteronomium 6. Wat ik zojuist heb gelezen hier in Deuteronomium 6, zien jullie hier letterlijk voor je. Letterlijk wat er hier staat geschreven in de Torah. Deuteronomium 6, zien jullie hier letterlijk voor je. Als we straks door de Joodse wijk lopen en jullie zien daar een man lopende met een boek lopen, dan zie je letterlijk wanneer u onderweg bent en wanneer u opstaat en wanneer u nederlaat. Je zal daar constant mee bezig zijn, 24 uur per dag. Over iedere handeling die een Jood doet, is een zegen. Iedere handeling. Zonder uitzondering. Zelfs voor het poepen. Na het poepen zegen je dat het hele huizensysteem van binnen weer helemaal top werkt. En je begrijpt pas die zegen op het moment dat het buizensysteem niet meer werkt. Dan begrijp je.